Het strategisch kernwapenarsenaal van de Verenigde Staten wordt uitgebreid met 100 MX-raketten. Dat heeft president Reagan vanavond aangekondigd. Lech Walesa is herkozen als voorzitter van de Vrije Poolse Vakbond Solidariteit, ondanks enkele meer radicale tegenkandidaten. Inkrimping van onrendabele buslijnen in het noorden van het land is er de oorzaak van dat veel mensen thuis blijven, zo blijkt uit een enquête. Goedenavond. Het strategisch kernwapenarsenaal van de Verenigde Staten zal de komende jaren worden uitgebreid met 100 zware MX-raketten en met een nieuwe generatie bommenwerpers. President Reagan heeft dit vanavond in Washington bekendgemaakt. De MX, een intercontinentale raket met 10 kernkoppen, zal vanaf 1986 een tegenwicht moeten vormen voor gelijksoortige Russische wapens. Reagan zei dat de eerste MX-raketten in ondergrondse silo's van oudere Titans komen te staan. De Amerikaanse president verwierp het plan van zijn voorganger Carter om de nieuwe MX te stationeren op reusachtige trucks die in woestijnstaten heen en weer rijden tussen duizenden schuilplaatsen. Volgens Reagan zijn de Amerikaanse raketten met dit ingrijpende basisplan toch niet veilig voor een Russische tegenaanval. Van de B-2-bommenwerper die in 1977 door Carter was geschrapt, zullen voorlopig 100 exemplaren van een verbeterde uitvoering worden gebouwd. Het onderzoek naar een nog betere bommenwerper, die voor de radar bijna onzichtbaar zal zijn, wordt versneld. In het Witte Huis vatte president Reagan zijn veelomvattende plannen voor de versterking van de Amerikaanse strategische macht als volgt samen. This plan is balanced and carefully considered. A plan that will meet our vital security needs and strengthen our hopes for peace. It's my hope that this program will prevent our adversaries from making the mistake others have made and deeply regretted in the past. The mistake of underestimating the resolve and the will of the American people to keep their freedom and protect their homeland and their allies. Waar ik tevoren sprak van een B-2-bommenwerper was uiteraard B-1 bedoeld. In Washington is vanavond ook meegedeeld dat het defensieprogramma van president Reagan een bedrag gaat vergen van naar schatting 470 miljard gulden. Lech Walesa, leider van de Vrije Poolse Vakbond Solidariteit, is in zijn functie herkozen. Dat gebeurde vanmiddag in Gdansk, waar het eerste nationale congres van Solidariteit wordt gehouden. Een lege zaal voordat de stemming gehouden werd. De meer dan 850 afgevaardigden van Solidariteit moesten allemaal de zaal verlaten. Pas op vertoon van hun lidmaatschapskaart konden ze weer binnenkomen. Op deze manier wilde de Vrije Vakbond een democratische en volkomen eerlijke stemming garanderen. 'S Ochtends waren nog heftige debatten gevoerd door voor- en tegenstanders van Walesa. De vakbondsleider had de afgelopen nacht onverwacht veel kritiek gekregen. Hij zou zich te autoritair gedragen. Walesa zelf had gedreigd dat hij Solidariteit zou verlaten als hij niet zou worden herkozen. Enkele uren later kon dan eindelijk worden gestemd. Naast Walesa waren er nog 3 andere kandidaten, allen behorend tot meer radicale stromingen binnen de Vrije Vakbond. Maar ondanks de kritiek werd Walesa herkozen. Hij haalde ongeveer 52% van de stemmen, genoeg om de komende 2 jaar aan het hoofd te blijven staan van Solidariteit. De stemmen werden overigens niet geteld in de zaal, maar op de Lenin-scheepswerf. Daar leidde Walesa in augustus 1980 een havenstaking die uitmondde in de oprichting van de eerste vrije vakbond in Polen. Door het afschaffen van onrendabele buslijnen in het streekvervoer op het platteland zijn veel mensen gedwongen thuis te blijven. Dat blijkt uit een enquête die gehouden werd onder gedupeerde passagiers in Groningen en Friesland. 28% van de ondervraagden zegt na het opheffen van de betreffende lijndienst niet meer de deur uit te kunnen. Het openbaar vervoer wordt beschouwd als een soort noodachtig. De resultaten van het onderzoek werden vandaag in Ede bekendgemaakt tijdens een studiedag van de initiatiefgroep Wijs op Weg. Daarin praten vertegenwoordigers van vervoersorganisaties en gebruikers van het openbaar vervoer over het stimuleren van het reizen per trein en bus en het terugdringen van de rol van de auto. De enquête werd in Groningen en Friesland gehouden nadat daar deze zomer 5% van de buslijnen in het streekvervoer was afgeschaft. Oorzaak: een gebrek aan passagiers. Meer dan een kwart van de gebruikers moet nu dus noodgedwongen thuis blijven. Voor de Friese gedeputeerde Dankert is de enquêteuitslag geen verrassing. Het bevestigt wat wij altijd al gevreesd hadden, een aantasting van de leefbaarheid op het platteland en een daadwerkelijke versterking van het sociale isolement wat daar is.
Op welke manier is dat nu op te lossen? Door meer belbuxies en bustaxis en dat soort zaken? Ik denk inderdaad dat we moeten streven naar een veel gevarieerder stelsel van openbaar vervoersvormen. En er zijn aan de hand van proeven zijn bijzonder hoopgevende resultaten geboekt. Nu is het zo dat buslijnen die niet meer rendabel zijn, dat die moeten ophouden, dat die uit de dienstregeling worden genomen. U bent het niet eens met die manier van besluitvorming, dat moet anders. Ja, de rendabiliteit per buslijn is niet zozeer in het geding. Er is een normeringssysteem dat hele kille cijfertjes geeft. En als er het gebruik lager is dan die cijfertjes, dan vervallen die ritten. Daarom ben ik ervan overtuigd dat de hele beleidsvorming ten aanzien van het openbaar vervoer veel meer naar de regio overgeheveld moet worden. Per provincie? Ik denk in de eerste plaats per provincie, ja. Hoogovens in IJmuiden heeft vandaag opnieuw werktijdverkorting aangevraagd. Vanaf 11 oktober zullen 3000 werknemers voor de duur van 6 weken ruim 1 dag in de week minder werken. Het hoogovensbedrijf ziet zich tot deze stap genoodzaakt omdat de orderportefeuille voor de rest van dit jaar uiterst mager is. Hoogovens heeft dit jaar al 5 keer eerder werktijdverkorting aangevraagd. Volgens een woordvoerder van het bedrijf is dit waarschijnlijk ook niet de laatste keer dit jaar. De malaise in de staalindustrie heeft Hoogovens al miljoenen guldens verlies opgeleverd. In EG-verband probeert men om de Europese staalindustrie te herstructureren, maar nog zonder succes. In zijn woonplaats Den Haag is, naar pas nu bekend is geworden, woensdag overleden professor Speyer, bekend om zijn vele adviezen over sociaal-psychiatrische vraagstukken in ons land en daarbuiten. Professor Speyer was deskundig op het gebied van zelfdoding. Op een proefschrift over dat onderwerp promoveerde hij tot doctor in de geneeskunde. Professor Speyer en zijn vrouw zijn eergisteren beiden overleden, geheel vrijwillig en overwogen. Aldus de heer Verzijde, algemeen directeur van de Van der Kolk Vereniging in Den Haag. Daar was professor Speyer adviserend psychiater. De omzet van postorderbedrijven groeit sneller dan de rest van de detailhandel. Behalve de algemene postorderbedrijven behoren ook de boeken- en platenclubs, de bloembollenverzendbedrijven en sommige verzekeringsbedrijven tot deze sector. Volgens een onderzoek dat de Nederlandse Postorderbond bij zijn 25-jarig jubileum heeft laten instellen, koopt de helft van de Nederlandse bevolking regelmatig via een postorderbedrijf. De meeste bestellingen gaan om artikelen in de sfeer van textiel, boeken en platen en bloembollen. De kopers per postorder komen uit alle consumentengroepen en men doet dat vooral om in eigen sfeer wel overwogen te kunnen beslissen. Volgens voorzitter Middendorp van de Postorderbond hebben de postorderbedrijven hun groei niet te danken aan de mogelijkheid om in de huidige economische crisis op krediet te kunnen kopen. Ook de betalingsmoraal bij de postorderbedrijven, ofschoon erg hoog, is iets aan het teruglopen in die zin dat men wat langzamer betaalt. Maar hoe moeilijk is het nou om geld binnen te krijgen? Het is, wat ik al zei, het is niet moeilijk om het geld binnen te krijgen. Men heeft alleen, in plaats van zeg maar 1 keer in de week een betaling, doet men het nu 1 keer in de 14 dagen of 1 keer in de maand. Dus daar zit wat vertraging door. Staat er veel bij u uit? Bij de totale bedrijven staat ongeveer 500 miljoen uit. Volgens de Postorderbond is die 500 miljoen, een half miljard, een klein bedrag in vergelijking met het totale bedrag dat in ons land aan schuld uitstaat, en dat is 12 miljard gulden. De weersverwachting nu van het KNMI geldig tot morgenavond. Wisselend bewolkt met enkele buien, een minimumtemperatuur van nacht van ongeveer 10 graden, middagtemperatuur morgen omstreeks 15 graden. Matige zuidwestenwind aan de kust en op het IJsselmeer later krachtige wind. De vooruitzichten voor zondag tot en met woensdag zijn wisselvallig weer met middagtemperaturen van ongeveer 15 graden. Einde van dit journaal, dames en heren. Goedenavond.